Nou, goeiedag. Ik sta hier bij de Zuidrandflat. Ik had eventjes tijd om hierheen te komen. Nou ja, zoals je kan zien, alles is vol. Alles zit met vliegen. Wat er is gebeurd is ook dat mensen, oudere mensen, blanke mensen, uit de flat komend en hier met een emmertje het vuil komen lossen. Er is geen ruimte. En als je dan aanspreekt en zeggen ja, er staat toch zakken naast. Dus dan doen ze zo'n zak open en gooien het erbij. Ja, ik ga dan in gesprek. Uiteraard willen ze niet gefilmd worden. En ze vinden het allemaal asociaal wat een ander doet. Maar ze doen het zelf, wat ze zelf doen, kan door de beugel. Het is ook wel zo, op het moment dat die container altijd vol is, hoe vaak moet je dan van je flat naar beneden toe lopen voordat je eindelijk of via een normale manier het afval kwijt kan. Nou ja, je zal hier tegenover wonen. Mijn vrouw is daar ook bezig. Die heb ik ook even gesproken. Nou, ze hebben speciaal hoor voor de vliegen en de insecten buiten te houden. Net is ook Cyclus geweest en die heeft de kleine trommelcontainer gelost. Gooit uiteraard begrijpelijk het plastic ernaast. Maar zoals je kan zien, dit is eigenlijk geen makkelijk hofje om in te rijden. Er staan drie containers. Je zou dan eigenlijk gewoon zeggen van nou, deze heeft een volmelding. Pak die andere twee erbij. Dat scheelt je totaal twee keer extra geklungel door deze bocht. En je hoeft maar één keer op dit punt te komen. Ik vind het al jammer dat er zo makkelijk of eigenlijk niet nagedacht wordt. Verderest hebben we hier een paar mannen van Promen. Die hebben hier in de bosjes zijn ze bezig met schoonmaken. En ja, ik sta te filmen. Willen jullie zwaaien, jongens? Ja, we zijn een oude hoeren. Dus, ik stuur hem door naar Promen. Ja, ik stuur hem door naar Promen. Dus ja, het wordt wel een klein beetje netjes, maar ja, de rest is ook aan het zet. De wijk die hier achter zit, die lost dus ook allemaal op deze GFT-bak. Er is te weinig capaciteit en hier moet nou eens een keertje wat aan gebeuren. Ik zal vanavond weer foto's van de omwonenden krijgen. En die zal ik hier ook op deze pagina weer plaatsen. En dan gaan we net zo lang door tot dit eigenlijk een beetje acceptabel is. Dank u wel.